Nou, welkom op het Domplein. Ik ben trouwens net door twee kerken heen gefietst. En ik sta hier dus ook in een kerk. Namelijk het middenschip van de Domkerk. De Domkerk en de Domtoren. Hier was dus tussenin een middenschip. En ik sta nu in het middenschip van de kerk. Maar je ziet het al, die is er niet meer. En toen deze dus instortte, kwam men er ook achter dat hij ook nog een Romeins fort heeft gelegen. Dus dit hele gebeuren heeft 2000 jaar geschiedenis in zich. En dat gaan jullie ontdekken. En dat gaan jullie ontdekken bij Domunder in Utrecht. Je gaat met de kruiwagen hier het plein over en alle geheimen van het Domplein ontdekken. En als je nou goed naar deze foto kijkt, dan zie je dat je overgrootvader ook op het Domplein keek naar het Romeinse fort en naar de archeologische opgraving die hieronder ligt. We zijn nu hier naartoe gelopen, naar het zuiden van het Domplein, bij de Zuidpoort. En als ik hier naartoe loop, dan sta ik hier op de Romeinse muur van het castellum van 2000 jaar geleden. En we gaan daar naar de overkant toe en daar krijgen jullie nog een keer de hele geschiedenis, 2000 jaar geheimen van het Domplein te horen en te zien en te beleven. Maar niet alleen horen en erover praten, maar jullie kunnen ook dingen aanraken. Kom maar even mee. We zijn hier in de nagebouwde kelder van meneer Van Giffen, de archeoloog die het Domplein in kaart heeft gebracht. En kijk, hier is dan de Romeinse muur, 2000 jaar oud. Maar je kan hier ook naar beneden en dan gaan jullie in de archeologische opgraving met een slimme zaklamp. En dan gaan jullie daar ontdekken wat hier allemaal onder het Domplein ligt. En hier zie je de resten van een echt Romeins tempeltje. En daar is het zo'n sensor. En die ga ik nu activeren. En nu hoor ik op mijn oortje informatie over dat Romeinse tempeltje. Is het niet bijzonder? Hier liepen die Romeinen vroeger, 2000 jaar geleden, over deze Romeinse weg. 5 meter onder de grond van het Domplein. En dat gaan jullie beleven bij Domender. Ben je enthousiast geworden om met je klas een excursie te gaan doen bij Domender? Dan kan dat. Dan kun je dat boeken bij Cultuur en School. En je kan daar met je groep 6, 7, 8 naar Domender komen op woensdagochtend om 10 uur. En als je met 30 leerlingen komt, dan kost dat 200 euro. Je krijgt dan een ontdekkingstocht van een uur en dan pak je de middeleeuwse kelder, het Domplein en de archeologische opgraving. Het sluit heel goed aan bij oriëntatie op de wereld en jezelf. 5 meter geschiedenis van het Domplein.